SpongeBob 3D, spons op het droge. In deze film speel ik kapitein Burgerbaard. Dat is een piraat, tevens de verteller van het verhaal, toch? Ja. Dus je hebt mijn zwoele stem, zeg maar, en dat dan op het hoofd van Antonio Banderas. Nou, dat is de ideale combi natuurlijk. Deze haardracht en die baard heb ik allemaal laten staan om me in te leven in deze rol. In deze piratenrol. Ik vind het helemaal te gek. Kijk, ik ben een groot fan van Antonio Banderas en mijn vrouw ook. Niemand wist precies welke ingrediënten de krabburger zo verschrikkelijk lekker maakte. Niemand wilde het eigenlijk ook weten, behalve plankton. Ik heb al twee keer begonnen aan een duikcursus, maar twee keer heb ik hem voortijdig afgebroken omdat ik het onder water toch eigenlijk niet zo heel prettig vind. Dus in die zin ben ik gewoon een echte piraat. 28 januari in de bioscoop. De SpongeBob movie, spons op het droge. Kijken dus. Beleef een supergroot, sponsig avontuur. Wat is dan het geheime wachtwoord? Correct! Met heel veel humor. Droge humor. Als je dat eet, kun je twee keer de hele wereld rondrennen. Ook in de originele versie. Wanneer is die suiker uitgewerkt? SpongeBob 3D, spons op het droge. 28 januari in de bioscoop.